Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Welkom iedereen bij aflevering 162 van Hartgras. Gras. Uh, links van mij Frans de Meese, uh, tegenover mij, uh, samen met Henk Spaan, Suze van Kleef. Ja, je zit eigenlijk schuin tegenover mij. Deze man zit recht tegenover mij. En hartelijk welkom Frank. Dankjewel. Sinds lang. Ja, het is, uh, ik ben een beetje de teler van uh, het gezelschap. Hè. Even de uitgehouden en dan nu... Uh... Oh, mooi om jezelf ook meteen bij de uitlenker... Man of the match, ja. ja. Nu al. <laughs> de toon is gezet, ja. God uh, blijde. winst zijn, ja, ik heb een kind gekregen in de tussentijd en een nieuw programma op Radio Veronica, dus het was uh, eventjes druk, uh, maar het voetbal uiteraard altijd gevolgd, was veel te ja. volgen ook. Ja, je hebt je kind naar mij genoemd, ja, uh, zeker vernoemd Fransje. Heet ze, ja. ik denk, ik heb bijzonder een... ook voor jou, Het is wel de Frans. eerste, moet ik zeggen, geloof ik. <laughs> En de enige waarschijnlijk. Wij zitten altijd zo gebroedelijk naast elkaar ja. als we hier zijn, in ja. Frans. Dus en je bent in mijn hart gaan zitten en nu ook in mijn kind. Ja, dus ik voel me nu echt een soort peetvader. Snap ik. Oh, daar ja, staan er wel is... verplichtingen tegenover. Ja, dat bedoel we oh, ik. We... Ja. Weet je de verjaardag al? Een <tie> maand geleden, ja, maart. Hoeveel maart? 15 ja, maart. Het is precies ja. een maand ja. vandaag. Ja. Er ja. wordt een genoeg. lepeltje verwacht, zilver met inscriptie. Dat kan je laten doen hoor. Dan hoef je niet zelf uh, te gaan zitten krassen in het. <tie> Markira sokjes breien. Ja, ja. Waarom markeren? Waarom doet u dat niet zelf? Dit gaat te ver. Oh. Ik bedoel, je mag het vrouwelijke standpunt hier verdedigen. <laughs> Dank je wel. Maar frans om frans sokjes te laten breien, dat vind nou, ik te ver. Om markira sokjes te laten breien, breien, vindt zij misschien ook te ver gaan. Dat weet ik niet. Frans zei wel dat hij tijd over had, want hij al. Ja, af. ik denk dat ik meer tijd om te breien heb dan zou. Ja. Ja. Hij moet één dag in de week we moet hij, moet hij voetbal kijken en de rest ja, zit hij op zijn handen. Ja. Dus, nou, te wachten tot, tot ik dit soort opdrachten Ja, sokjes zou ik leuk vinden. En de zomer komt eraan. Dus maar breien je met pennen of met zo'n machine? breimachine? Buur... Nee, vroeger... Ja, we hadden vroeger een buurvrouw die had een breimachine. Daar kwam het ene kledingsteunt na het andere Hè? aan. Ja. Nee, ik, hey, ik doe het nog goed. gewoon met pennen en een bolletje wol onder mijn oksel. Ja. <laughs> Heb Terwijl je nog u... nooit van een breinmachine gehoord? Nee. nee. In de jaren 50, 60 kwam dat in. Er hadden meerdere vrouwen hadden een breinmachine. Sorry, meerdere mannen hadden een breimachine. Ik denk dat het in, in ieder geval machine. geschiedkundig wel klopt dat het me de meeste vrouwen waren. Ja, dus ja. dan hebben we het weer over feitelijkheden. Ja, hier hebben we het over aannames en feitelijkheden. Ja, ja. Een mooie observatie. Uh, wat een weekend. Uh, laat, we, moet, waar, moeten we, waar, waar moeten we beginnen? Wat is hetgene wat jullie het meest is bijgebleven? Frans, ik begin met jou. Het meeste toch barje ja. Hè? Vond ik toch wel uh, bijzonder. En ook dat hoe dat veld vol stroomde. Uh... al tijdens de wedstrijd. Ja, maar dat kwartier voor tijd al. Ja, maar ik vond het wel iets ontroerends. Heel ouderwets ja. toch eigenlijk? Ja, eigenlijk, dus normaal eigenlijk... denk je, wegwezen. <coughs> maar het was hier zo'n uh, ouderwetse. Ja, die club bestaat ook 120 jaar. Dat dus je, je voelde ook iets heel ouds hier. Uh, ja, en die, het was het in, bijna iets kinderlijks van we, we kunnen niet meer wachten. Ja, die, die boarding ging ook om. Hè, ja. ja, die ging goed om. Maar bijzonder ook toch? Nog nooit kampioen geworden. Stond de na laatste toen het Charlie Alonso instapte. En dan nu kampioen. En hoe ook? Met een ongeslagen reeks waar je u tegen zegt. Heb je het een beetje gevolgd? Ja, het, Los het van, het Bayern van... München, Ajax was het Bayern München van Nederland. Ja. Ja, Bayern München is niet meer, ook niet meer het Bayern München van Duitsland. Nee. Nee, nee maar dit heeft toch iets net zoals uh, ja, wat je wel eens hebt, zoals Twente werd het vergeleken. Zo'n club die ineens ja, er altijd altijd tegenaan heeft gezeten en dan ineens het lukt, is natuurlijk wat mooiste wat er is, vind ik. Ja, ja. maar er is wel een verschil. Uh, Leverkusen heeft Wiertz. Dat is natuurlijk de, een wereldster van de toekomst. En de, die herinner ik me bij Twente niet. Was dat niet Louis? Nee, Ruiz? nee Ruiz? maar goed, dus Ruiz? mutatis mutandis de, de, de Eredivisie en de Bundesliga. Ja. Maar ja. één, ze, ze hebben qua selectie natuurlijk kunnen ze niet tippen aan de nee. aan Bayern, zou ik maar zeggen. En toch hebben ze die op, op 16 punten gespeeld. Ja. En En Wiert is inderdaad, dus die is 20, dat is wat de relevatie. Ja, van en onze Vlimpong natuurlijk. Yeah. Die komen op elke social media post voorbij van alle Nederlandse kanalen. Qua feestmaker kan je die er goed bij hebben. Veel ik, bier ja. uiteraard in die kleedkamer. De, de Duitse ploeg <laughs> die wint. Altijd zo zulke ja. glazen. Te grote glazen bier Embers, over mensen die kun je heen bij gieten. Bij de, ja, zonde. Dat Dat de hij de past niet wel krijgen, heel erg in de glazen. voetbalwereld. <laughs> Vind ik altijd een beetje zonde. Ja. Vind ik ook niet leuk. Wat zou jij, jij zou Dat een bier kan, gooien kan wijn. en dat mensen dan zeggen van die moet je meenemen. Is niet liever een kan wijn zo over je heen oh ja, Als je denkt van gaal met die lederhozen, dus ja. valt het nog mee, vind ik. Uh, dat, ja, dat wel. Ik zie Frimpong niet in lederhozen Nee, nog. dat krijg je je hoofd inderdaad niet meer uit. <laughs> Henk, wat voor weekend was het voor jou? Wat is jou het meest bijgebleven? Uh, nou, wat mij dus wel opviel, dat was... Um, oh ja, in ieder geval, zaterdag kwam ik thuis uit Frankrijk, uh, tweeënhalve week. En uh, ik ging slapen. Ik dacht, nou ja, ik word wakker in de derde wereldoorlog. Maar dat bleek ja, ja. allemaal heel erg mee te vallen. Ja. Nou, weten we nog niet, hè, wat de naweeën precies zijn. Ze zijn nou. aan het uh, beramen. Het valt volgens mij wel mee. Er komt toch een gepaste reactie. Dus het, <lacht> <lacht> ja, dat weet je wel. Hè. Ja, volgens net aan jou gepast. Ja. Ja. Op het moment dat het hem uitkomt. Ja. Maar misschien is hij tegen die tijd wel gewoon weg, hopelijk. Ja. En qua voetbal? Nou, uh, ik keek gisteren dus, uh, omdat ik uh, vroeg wakker was vanwege de Derde Wereldoorlog, Toen keek ik naar. Uh, uh, Hij had ze wekker gezet voor de Derde Wereldoorlog. Nou, gaan er dus goed nee. voor zitten. Nee. Ben jij een prepper eigenlijk? Nee, ja. Nee, ja. Nee. Heb je geen Heel, keldertje? nee. Een wijnkeldertje heb je alleen. Hè? Ja. Kan de wijn? Over zichzelf. Ja. Nee, maar ik heb, heb jij iets in huis, conserven. Ik heb een, een zaklamp met nieuwe batterijen. Maar dat <laughs> is dat... Jij zus? Nee toch? Nee, niks. Nou, wij hadden in de jaren. Ik heb een voorraadkast. In de ja, jaren jaren er zit vijf, chips ne? en wijn in. Dus oh, ja, 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 ja. Het wel, wordt wel gezellig bij mij. <laughs> ja. maar, maar niet echt lang, denk ik. <laughs> maar als het gebeurt, merk je er niks meer van. Nee, nee. Ik voel <laughs> helemaal niks meer. <laughs> nou, mijn moeder had in de jaren 50 of 60, weet ik veel. Toen ook de derde wereldoorlog dreigde, mm -hmm. hadden we een kast in mijn slaapkamer in die van mijn broertje. Die lag helemaal vol met uh, pakken bloem en zo. Ah, ja, maar kregen jullie ook niet, Volgens mij kreeg je toen noodbiscuits en oorlogschocola hadden wij ook. van Dat is hele pure chocola en wit, witte wikkels. En die werden volgens mij door de burgerbescherming of zoiets... Maar was de hele de, 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 de BB. Oorlog ja. of zo? Wanneer was dit? In de Cuba-crisis denk ik. In de. Ja ja. Oh, ja. Ik heb het idee dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen die je in huis zou moeten hebben, water is. Dat wordt ja. ook wel aangeraden. Ja, Want als de op... waterleiding wordt afgesloten bedoel je. Ja, dat ja, is ja. natuurlijk Want iets wat... Want dat doen ze als eerste. Hè, of, gehackt, ja. of gehackt. Ja, dat is een elektrische waterpomp. Nee, maar hè? het is goed dat we het er nu even over hebben. Ja, ja. Ik ga straks meteen water kopen. <laughs> Flessenwater in de schuur. Maar toen ja. zat je dus... Je was ja, lager. dus ik was aan het kijken. Ik ging kijken naar... Uh, Goedemorgen Eredivisie heet het, geloof ik. En daar zat dus uh, Jorien van der Herik. En die zei toen <laughs> tegen Fresia uh, over het kandidaatschap van uh, uh, Jeanne van der Laan. Jeannette van, van der Laan. Voor de uh, voorzitter van de KNVB. Ja. Dat moeten we niet doen, want dan krijg je twee vrouwen uh, <laughs> bij de KNVB. En wie moeten dan sokjes breien voor een en, en, <laughs> uh, en dat gaat botsen. Oh. <laughs> Zij van de Heer, ik. Zou je dat met droge zal ogen? Dat zal je net zien. Maar ik, Vresia, die pakte niet door. Die was heel even verontwaardigd en toen dacht ze: oké, okay, nee, laat maar. Maar, van, oh. maar. Van de Herik ik wilde echt zeggen: mannen maken nooit ruzie. Nee. Ja, ja. ja. op de, de ochtend van de ja. derde wereldoorlog, ja, ja, waar ja. alle mannen het woord zeggen. Ja, 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 ja. Ik bedoel, ja. <laughs> een goed begin van je zondag. Uh, denk. Ja. Ik dacht, vrees je scheld hem gewoon uit. Ja, ja maar ja. dan ben je dus weer die ruziemakende vrouw. Dus je ja. kunt het ook nooit goed ja, doen. Nee, no. Of een nee. kwaaie bitch of zo. Ja ja ja, 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 ja. Nou, dat viel me dus op. Heetje. En toen, daarna kregen we een wedstrijd. Ik ben vergeten even welke, hoor. Zo'n kwart over twaalf wedstrijd. Ja, Heracles Heerenveen. oh ja. oh ja, Heracles. Ja. Heracles. Ja, en... oh. ja, is... ja, ik zeg altijd Heracles. Ik zeg Heracles. Ja, het is... Ik zeg zeker die Tom Egbert Tom Egbert is weg. Dus kunnen Heracles zeggen. Is dat niet Noord-Hollands? Gewoon nee. Herakles. Herakles. Ja, Hercules. Kijk, Her dat is ook een uh, zeg maar helemaal niets, Hercules. <laughs> ja, ja, ze hoort een figuur uit de mythologie uit oh, de Utrechtse clubje. Maar de een is uh, Romein en de ander is Griek. En uh, de een wordt dus met de klemtoon, uh, dat komt allemaal door Amelo op de tweede lettergreep uh, uitgesproken. Ja. ja, onzin. Nee, ja. Maar dat dus werd door. Heere Kles, uh, dat werd door Tom. <laughs> dat altijd verdedigd met. Uh, ja, bij ons in Omelo hebben we niet allemaal op het gymnasium gezeten. Ja. Ja, dat is op zich ook een feit. Heerenveen ja, ook ja. niet denk ik. Maar goed, ik herinner me niks van die wedstrijd. Winst voor Heerenveen, toch? Pelle van Amersfoort. Ja, knap. hè? Middenvelden die opeens het hele seizoen als spits fungeert. Ja, ja, en ook wel armoedig, toch? Ja, absoluut. Zeker to voor no, ik vind Het gewoon fascinerend als je dan, als je, dus bij de samenstelling van een selectie en, en dat je dan eigenlijk Zoveel wedstrijden een middenvelder in de punt van de aanval moet hebben. Wie is ja, hun spits dat dan? Dat is toch best gek. Wie kan het niet? Wie is er zo slecht dat een middenvelder de voorkeur krijgt? Of is geblesseerd? Ja, maar dat hele idee. seizoen al. Yes, oh ja. Wie? 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 Jo Jasku. Ja, die, die levert niet helemaal wat hij belooft. Die naam zegt maar niet eens iets. Nou, Terwijl ja. we er toch redelijk bovenop zitten met z'n allen. Ja, maar ja. ze hebben dan wel een spits als trainer weer uh, aangekocht. Nou, is hij al officieel. Uh... Nou, het gaat toch. Ik vind het wel spannend, toch? Ja, ja tuurlijk. Is gewoon wat hartstikke denk jij, leuk. Hè, Henk? Ik denk dat het heel leuk zou zijn. Maar denk uh, je ook dat het, dat het slim zou zijn van, van Persie? Ja, maar iedereen uh, zit nu voor van Persie te denken. Uh, ja. Begin bij NAC, weet je wel. Nee, niet, uh, niet iedereen. Ik, ik <laughs> vraag het jou. Wat, nee, wat, wat, veel, wat vind veel, je? veel mensen denken op dit moment voor van Persie. Ja, is het wel verstandig, het afbreukrisico. Maar ja, Wat moet hij dan doen? Wachten tot hij 501 mag trainen, dan is je afrekening. Nee, maar je, groot. je kunt wel eens, uh, Ik kan me wel vinden in. Uh, volgens mij uh, hebben we het ook bij bijvoorbeeld een van Nistelrooy gezien. Dat een stap en groot kan zijn. En, ja. en dat je zegt, uh, ga, ga ergens het eerste trainen. Bij, uh, bij een club die misschien nog iets kleiner is. Of ik, ik zeg niet, ik ben gewoon benieuwd wat er nee, ervan vinden. Nee, maar dat is wel vinden. zo. Daar heb je gelijk in. Alleen. Uh, het past wel bij Van Persie om... Die ging op zijn 19e ook naar Arsenal. En dat is ook goed uit. Dat was een, uh, ook ja, een hele grote Arsenal stap. Arsenal en Herveen ja. is ook een groot verschil. Maar ik, ik denk juist dat die, die topspelers heel goed zijn voor andere topspelers. Maar dat ze geen geduld hebben met ja, van die modale voetballers. En dat... Ja, maar dat geldt ook niet voor... Voor iedereen dat was het probleem met Van Basten toch? Die zijn ja, zei ze. Maar ja, maar Guardiola kon het wel, kan het wel, weet je. Dus dat Alonso, ja dus Alonso. Ook. Ja, dus, ja, maar dus dat het ligt ook dat aan zijn minder, uh, Dat zijn toch teamspelers echt altijd geweest. Ja, Alonso en Guardiola zijn typische uh, spelers die van combinaties moeten hebben. En Van Basten en Van Persie zijn natuurlijk uh, solisten. Ja, maar hij doet het al. Hij uh, doet het toch al goed. Al hij een maakt wel goed. Alle jaar of indruk. vijf, zes, hè? Uh, Robin. Ja, maar in de jeugd enzovoort. dus het ja. is toch anders. Ja, maar. Ik bedoel, als het argument is dat je alleen met topspelers kunt omgaan. Dat geldt dan niet voor de jeugdhelftallen die hij nee, nee. allemaal getraind heeft. Ja maar, ja, maar hij is ook vader en zo. Hij, hij traint toch heel vaak ook het team van zijn eigen zoon. Dus, ja, later. Ja, dat dat dan is tot... uh, nu zo. Ja. Dan, dan heb je altijd dubbele standaard. Dat, ik weet dat van jarenlang langs de lijn staan, je eigen zoon is toch altijd een ander elftal. Dat, uh... ja, ik denk wel dat hij. Uh... Nou ja, het zou kunnen lukken, maar het kan inderdaad ook. Het is gewoon, vooral uh, leuk om hem in actie te zien, toch? Ja, nu is hij ja. zo weggestopt bij de jeugdelftallen ja. van Feyenoord... en dan is hij gewoon in het, in het, in het licht. En, dat en vind het ik is een goede en leuk. een leuke figuur voor uh, Studio Sport ja, en voor kan de hele Ja, het gaat goed. Ja, ik, ja. Ben nou, nou ik vind het hartstikke leuk als, die, als, als je hem daar ja. langs de lijn ziet staan, natuurlijk. Ja. Ja. Wat voel je voor jou op Susse dit weekend? Oeh. Half je eigen wedstrijd, waar je voor uh, Studio Sam Sport Lammers. Was. Sam Lammers. Um, ja, nee, ja, ik was inderdaad bij uh, Utrecht Go Ahead Eagles. Het was een heerlijke, heerlijke middag. Ja, goed weer. Heerlijk weer, ja. En, en je zit daar als radiocommentator eigenlijk als enige stadion bijna vol in de zon. Dat is niet de bedoeling, uh, want dan heb je ook last van je zicht. Maar als het zo'n lekker weer is... Nou, en als is het 14, 15 graden is, kan je dat zonnetje wel gebruiken. Ja, Als je er dit, zaterdag had gezeten, was het misschien heet, maar nu was het precies lekker. Ja, ik heb hem ook wel vermaakt tijdens de wedstrijd. Dus ja, die Lammers, uh... jij ja, noemt hem. Ik zit echt van hem te genieten hoor. Niemand ja, had leuk, dit verwacht, hè? toch? Dat hij vanuit de PSV kwam hier. Toen ging hij zo'n rondtocht maken door Europa. En nu is hij dan weer in Nederland. En dan kan hij het opeens. Ik las vanmorgen een hele rare stat van hem. In de laatste vijf jaar, elf keer gescoord. Dat is niet veel. Zoiets stond er. Ja, echt één, één goal per team waar hij heeft gespeeld. En behalve Bologna had hij twee of zo. Heeft hij daar gespeeld? Nee, Atalanta, maar, ja. Atalanta, ja. Echt, echt weinig gescoord. En nu ja, elke wedstrijd ongeveer de laatste vier, vijf. Zes wedstrijden op rij gescoord. Ah, ja. ja, echt. Uh... En kan hij ook goed voetballen. Want wij ik, zien hem uh, ja. zeker voetballen. Ik vind hem ook in de combinatie. Want, want mensen zeggen dan, uh, hij had een stroeve start. En dan denk ik, ja, omdat hij niet zoveel, eh, omdat hij niet zoveel scoorde als nu. Maar hij was voetballend al vanaf het begin eigenlijk heel belangrijk. Als aanspeelpunt, in de combinatie, één keer raken, uh, andere mensen wegsteken. Ik, ik vind het echt een, echt een goede voetballer. Zo fijn dat moeten kopen, nu ze met Jiménez natuurlijk in het slop zitten. En de ik vind het meer een PSV-spits eigenlijk. Daar, Daar kwam hij vandaan. vandaan. Ja. Of Heer de Veen, wist een spits nog? Ik weet niet meer of we een typische Feyenoord of PSV-spits... Nee. Of, of dat nog bestaat. Want Feyenoord speelt dan ook het voetbal wat we bij Ajax gewend zijn. En wat wat, wat is meer, dat eigenlijk? Vind ik vind hem meer zo'n Luc de Jong-type, toch? Dan nee hoor, nee. hij is veel beter moet nooit uh, de vergissing maken om te zeggen: van hij kan beter voetballen. Dit wilde ik gaan zeggen, maar ik, ik dacht: oh nee, dat is niet even waar. Even op je tong weten. Ja. Want Luc de Jong kan ook voetballen. Zelfrijdigend vermogen zo mo is mooi. Ja, ja, ja. Dat Zijn motoriek ook. ziet er beter uit. Ja, dat ja, kan je dat veilig wel. Ja. Ja. Hij ziet eruit als een hockeyjongen, toch? Ja, ja, uh, ja ook ook met dat moet ja ja Maar wat wilde je zeggen? Oh, uh, dat hij beter kan voetballen dan Luc de Jong. Nee, maar toch niet. Dat zei ik. <laughs> Dat heb je Gymnes. mij niet horen zeggen. Ja, uh, Ken het Perez heeft Chimines helemaal kapot gemaakt. Nou, je. als je nou bijvoorbeeld twee spitsen met elkaar zou vergelijken, die met elkaar vaak worden vergeleken, Pavliadis. 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 Je hebt op het gemaat gezeten, ik hoor ja. het. Over die kanwijn, wijn, Was, heb je er een beetje moest En Chiminez. Uh, uh, <laughs> ja. Kijk, Gimenez kan niet zo goed voetballen. En die kan wel scoren. En uh, ik, ik heb hier wel eens tegen uh, Wessel gezegd, herinner ik mij, waarschijnlijk na de wedstrijd Ajax Feyenoord 0-4, uh, topspits. Dat deed ik dus ook wel een beetje om Wessel uh, tevreden te stellen. Maar dat is hij natuurlijk niet. Want het zakt wel heel erg in. Zelfs Wessel zijn vriend uh, Van Haneghem vindt dat hij eruit moet, toch? Ja. Maar is dat niet, ja, de jonge gast, uh, een enorme dip? Ik denk dat het er best wel weer bovenop kan komen. Ik bedoel, net, net zo hard als hij de lucht in ging, is hij nu even minder. Ja, maar. Ik zie hem niet bij een Europese topclub, hè? Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar nee. nee, maar je hebt verder vind... niks aan hem. Hij loopt echt ook wel een beetje in de weg, vind ik. Bij, toen tegen Ajax. Ja, als, je, als, ze, als ze met tien man hadden gespeeld, hadden ze misschien met 7-0 gewonnen, denk ja. ik. Ja, dus hij, hij liep ook. Want hij krijgt dan ballen die hij beter niet had kunnen krijgen beter een ander die bal kunnen krijgen, want hij schiet alles uh, naast en over. En, uh. Hoe kan dat? Het, volgens mij begon het allemaal toen uh, hij werd genoemd bij inderdaad Real Madrid en grote clubs. In die winterstop is het gebeurd. Uh, hij op een gegeven moment ja. dat ja. hij te, misschien dat uh, ook ging geloven. En dan is het mentaal gewoon dat je dat het niet aan kan, de druk of zo, of dat je denkt: ik hoef niet meer hard te werken. Jullie hebben veel voetballers voorbij zien komen, concentratieproblemen. En dat is natuurlijk ook zo. Misschien denkt hij al aan een transfer de hele tijd. En vergeet hij om ze erin te schieten. Dat is 21 doelpunten. Ja, ik, gemaakt, st ik sta daar iets, iets uh, denk ik liever, liever positiever voor hem in. Ik denk dat het ook gewoon kan gaan over een gebrek aan vertrouwen dat ontstaat. En waar je dan niet meer uitkomt. Het is toch ja. heel vaak ook vertrouwen. En dat, ja. dat is zoiets ongrijpbaars. Je ziet het ook vaak bij keepers. Dat je denkt: hoe kan dit? Ja, Rolly. Ja. Noppert? <laughs> nou, noppert is nog veel beter voor hem. Dat is ongelofelijk, Als het is ongelooflijk. hij hoe met de Kiespijn stond hij een beetje mee te dansen, nog hè? na de overwinning van Heerenveen op Heracles. Zag je hem echt zo daarachter in zijn reservekleding zo. Een beetje leuk meedoen nog met het uitpubliek. Maar hij deed hem, het kostte hem zoveel moeite. Maar hij is gewoon, ja, het is echt een gevallen ster. Ja, Kief die uh, zegt dat ook altijd. Als je één keer weer scoort, is het meteen terug. Het vertrouwen. Maar Gimenez heeft één keer gescoord na de winststop, toch? Ja, en dan is hij de uitzondering. Ja. Ja, ja. Het, het loopt totaal niet parallel. Ja, de Jong heeft het ook wel eens gehad, hè? vorig seizoen. Droogte. Ja, het ja. bestaat wel. Ja. En, en daarom laat slot hem ook staan, omdat slot denkt: op een gegeven moment gaat het wel weer lopen. Het duurt nu wel lang, daar ben ik het mee eens, maar hij vindt de vervanger ook niet. Uh. Nee, die Ueda die is ook geen helder licht. Nee, ja. 10 miljoen hè, bijvoorbeeld betaald. Maar jij haalde Pavlidis aan in de vergelijking met Jiménez. Uh, met die scoorde wel weer. Maar Pavlidis weekend. kan ontzettend goed voetballen. hij ja. ja, veel niet van de bal. Die zwerft ja. ook veel meer. Hè? Ja. Die heeft uiteindelijk, denk ik, nu een soort van balans gevonden tussen moet hij de bal helemaal bij de middencirkel gaan halen. en, en moet hij ook op tijd weer terug zijn in de 16 om af te maken. Maar ja, ja die is heel balvast. Ja. ja, en uh, ik wist niet dat hij zo goed kon dribbelen. Ja, en dat toch, dat, dat toch een week, uh, week of vier geleden of zo, zag ik een wedstrijd dat hij de hele tijd de bal, inderdaad, wat jij zegt, van het middenveld ging halen. Mensen passeren. Hij, hij kan met zijn lichaam ook heel goed die bal afschermen. Hè? Ja. Je, je, je ziet de ik bal ook bijna niet als hij vanaf. dribbelt. Ja, hij is leep. Ja. Hij is het voetbalgoch, maar. maar hij had toch twee jaar geleden bij Willem II het doelpunt van het jaar, dat hij die enorme slalom had. Oh, ja. Dat was, nou, daar kon, als er iemand kan dribbelen, is het inderdaad Pavlidis. Ja. En, en nu scoort hij ook nog eens 26 keer bij AZ. wat een topteam is. Heeft hij 26 ja. keer gescoord? Samen hm. met Luc dan staat hij op één. Ja, is echt knap. Hij is hè? Weg, Als je hoor. kijkt naar uh, inderdaad, Luc de Jong ook heel knap, maar die krijgen wel. Die krijgt, die krijgt wat lekkerdere aanvoer, die zeg ja. maar, ja. toch? Van links, rechts recht achter. Maken. Hij ja. moet ook, ja. Ja. En daarom komt hij ze halen, wat jij net ja. zegt. Van ja. Bommel die kan een aardige voorzet geven af en toe. Maar, uh, ja, ja, onvergelijkbaar met, met, met de aanvoer die uh, de jong hebt. Ja, krijgt. met Dest, met, met uh, Bakayoko, met ja. Veerman, met Lozano. Noem maar op. Nou ja, Lozano geeft weinig ballen af. hè. Het algemeen. Nee, Tilman is in mm. dat opzicht uh, dat is, uh, belangrijker. Die heeft ook veel meer racist. Ja. Ja. ESV, hey, jongens, wat een weekend weer. 6-0, wel tegen Vitesse, laten we wel wezen. Ja. Daar heeft zelfs Ajax goed tegen gespeeld dit seizoen. Uh, maar ja, klinkende overwinning. Ja. Ze zijn zo goed. Iedereen heeft over Dest. Nou, bij ons viel, viel die ook al eventjes. Hoe hebben jullie ernaar gekeken? Zo makkelijk gaat het. Hè? Ja. Ja, het, leek, het werd met een oefenpotje vergeleken. Dus, <coughs> je hebt het idee dat er geen tegenstander uh, op het veld staat. Jij Henk? Ja, ik heb niet de hele wedstrijd gezien, maar uh, de fragmenten, ja. Maar ja je, je ziet wat je verwacht, eerlijk gezegd. En Dest, die is natuurlijk al twee maanden lang in topvorm. Het is niet dat dat nu opeens uh, gebeurt. Uh, hij zat bij die persconferentie natuurlijk met Bos, die, waar aan hem gevraagd werd: van, Blijft hij? Inderdaad, Dest is de Eredivisie niet te makkelijk voor je. Ja, uit zijn antwoord opmakend denk ik dat hij vertrekt. Dus. Ja. Maar gaat hij dan terug naar Barça? is hij onderdeel van nog steeds, toch? Of zou die denken... Nou ja, die Cancelo is gehuurd en die kost nogal wat. En zo heel goed maakt het ook niet waar. Des is stuk wel goedkoper voor hen. Dat ligt er natuurlijk aan de trainer die er komt als ja. Xavi weggaat. Ja. Maar hij zal hij hij het niet slechter doen dan die Cancelo, denk ik. Nee. Is het eigenlijk al zeker dat Xavi weggaat? Ja... Althans, er wordt zoveel gekletst en over zijn opvolging. Oh ja? Ja. Oh. ja, je kan er altijd natuurlijk nog blijven. Er zijn ook wel eens trainers die hebben gezegd dat ze weggingen en dan toch uiteindelijk nog bleven. Maar, als mij gaat Misschien wil hij weg. zelf ook weg. Dus nou ja, ja ik, nee, die wedstrijd hè. tegen Paris Saint-Germain heeft Xavi uh, natuurlijk formidabel gecoacht. Ja. En dat, dat was ook een clash van Luis, Enrique en hem. Hè. Dat was leuk. Fantastisch, ja. Ja, ja. Dat, dat was echt een in. hele grote wedstrijd. Niet zo groot als City tegen Real Madrid, maar wel ook wel heel leuk. Wat was de grootste wedstrijd de afgelopen weekend van de Eredivisie? Of hebben we PSV al besproken? Lijkt het lijkt me zo heerlijk om nu PSV-supporter te zijn. Elke ja, week vieren zij het kampioenschap. <coughs> ja, dat is waar. Het <coughs> lijkt me nog verschrikkelijker om PSV nee, te Nee, maar dat is toch, bedoel je? Je, die, je ziet ze elke week weer feestvieren. Ja, zeker. Ja. Sta op voor de kampioen zingen. Ja, dat lijkt mij gewoon best een leuke ja. vulling van je weekend. Ja. Ja, elke keer is het ja. weer zo van uh, we zijn weer kampioen. Ja. Dan ja. gaan ze weer springen en zo. Ja. Ja. Jij deed, ik moet even vertellen wat jij nu deed. Twee vingertjes zo heen en weer. Hey, hè. Hey, ja. hey, het is het hele jaar carnaval. Ja. Ja. Maar wanneer kunnen ze kampioen worden? Want jij weet het vaak dat dit soort dingen zijn. Geen idee, ik niet. Ze ik nee. hebben 12 punten voor en ze moeten nog vier wedstrijden. 4 keer 3 is 12. Ja. Dus, volgende volgende nee. week kan Over het zo twee, ook zijn. Nee, twee weken. Want volgende week is ze oh, ja, geen 12 ja. punten ja. voorsprong. Nee, ja. Vervelend, hè? Dat er dan geen voetbal is met zo'n bekerfinale. Nou ja, is wel de bekerfinale. Jawel, dat wel. Dit is wel een wedstrijd die best wel. We kunnen hem wel eens even voorspellen als wedstrijd van de week. feyenoord de NEC. Nou, het is ook de wedstrijd van de week, zie ik daar op het bord staan. Had ik ook gezien. Zie je dat? Ja, ja. <laughs> <laughs> Verrassend. Ja. Ik maak een mooi professionele types hier hè? Als radiomaker ja. zo. Wordt hij op... heel even benoemd Spanning opbouwen <laughs> ja. ook hè? Ja. Maar het maakt de NEC een kans tegen Feyenoord In eigen huis Feyenoord dan hè, die spelen altijd thuis met de finale Het is heel belangrijk dat proper terug is Ik weet niet of hij dan die hele bekerfinale Kan spelen, maar dat is natuurlijk hij wel Hij kon nu maar 30 minuten zag ik Ja nu, maar dat was om, om hem te sparen natuurlijk en dat betekent dat hun middenveld weer beter is. Ja. Met uh, hoedemakers, proper. Zit Schöne weer op de bank. Ja, ja, ja. 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 Maar. Dus dat is wel... Uh, ja. Sandler, Schurrie. Uh, Linksback, Verdonk. Het is echt geen achterlijk ploegje hoor. Nee, dat hebben we gezien. Silas op doel, die uh, de vorm wel ja. heeft. Dus... Uh, um, Feyenoord loopt iets terug in vorm... Fractie. Dit is pas oh. spanning opbouwen. Wat gaat, ja. gaat er ja, zeggen? Ja, wat ik ga zeggen is: 1-1. Uh, en dan? Verlengen. En dan? <laughs> en dan stopt zelfs alle penalties. penalties. Ja. <laughs> nee, maar wie gaat er winnen? Ben ik wel nieuwsgierig naar. Uiteindelijk? Ja, tuurlijk. Uh, <laughs> Oké. <Okay. lacht> Dat is dan weer handig voor de ajax die luisteren, waaronder ik uh, een van ben. Uh, dan uh, is de, de rechtstreeks uh, Europese voetbal als Ajax 5 te wordt. En wat denk jij, Suse? Ik denk dat Feyenoord gaat winnen. Maar net zo spannend als wat Henk zegt? 1-2. 2-1. Ah ja, Sorry. ik dacht spelen spelers uit. Ja, thuis, nee, maar... ik weet echt. 2-1 ja. voor Feyenoord. Gimines misschien, de man van de wedstrijd? Dat hij er 2-1 hem? Nee? Wat denk jij, Frans? Ik denk dat Feyenoord eroverheen walst gewoon. 4-0? Omdat, uh, omdat die NFC hartstikke zenuwachtig zijn. Omdat ze denken staan in de finale. En uh, zie je al die... Uh, die Groen-rode vlag. Uh. Ja, en dan zie je dus inderdaad weer over de snelwegen die 130 bussen uit Nijmegen voorbij ja. komen in het journaal. Ja. Uh, dat zet een druk op de spelers, bedoel je. Ja. ja. zou wel ja. leuk zijn, natuurlijk. <coughs> het Hol van de Leeuw. Ja, dus, uh, en het is om... ook, ik vind het ook mooi. Uh, hè, dat, dat is toch ook het mooie van de, de Beker: dat, dat zo'n ploeg een prijs kan winnen. Hè? Ik kwam laatst bij Pek, en dan, dan zie je daar. Het, Overal toch weer terug dat Foto's ze ook oh, die beker hebben ja, gehoord. Ja, 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 dat ja, is ja, toch ja. schitterend? Ja. 5-1 tegen Ajax. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja. ja nee, misschien nu je dat zegt. <laughs> 1-5. Nou ja, voor, 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 <laughs> <laughs> ja, voor NEC wordt het de, gro de grootste. Zij zijn nooit landskampioen geworden, denk ik toch? Uh, heel vroeger voor de oorlog, heel misschien. Laten dat we zeggen, één van de zou het een van de grootste ja. prijzen in de geschiedenis zijn. Dat, dat is bij Feyenoord natuurlijk niet zo. Nee, nee. Dus nee, En die Feyenoord is ook wel goed als ze even weer een best moeten doen, hè? Dat ze niet denken dat ze er al zijn. Dus nou, dat... iedereen is natuurlijk voor. Als je niet voor Feyenoord of, uh, bent, is voor NEC, toch? Komende zondag om zes uur. Nee. Ik weet niet, hoor. Ik denk dat er heel veel... iedereen die voor Ajax is. is ja, voor... wat ik net zei. Maar als je gewoon even dat dus de, de gevolgen allemaal weglaat, maar puur naar de wedstrijd kijkt, wil toch iedereen dat de underdog altijd wint? En dat is in dit geval echt wel NEC. En als Ajax speelt? O oh ja, Ajax is altijd de underdog natuurlijk tegenwoordig. Maar <laughs> ja, zondag was eigenlijk ja. heel duidelijk de underdog, ja, toch? Gewoon ge toch gewonnen van de ja. Twente. Wat is eh? Uh, uh, nee, de serieus uitslag? denk ik, de Feyenoord wint denk ik, met uh, 3-1. 3-1. Oh, ja. Nou, dan ga ik wel voor NEC. Ja, anders is iedereen... Uh, NEC wint uh, met uh, 0-1. Oh ja? Ja, ja ik, ik zeg het. Uh, verdonken, oud-Feyenoorder, die scoort. Die scoort, Dat ja, zou ja. mooi zijn. Dat denk ik... Uh, we moeten we nog even over Ajax hebben? Want dat hebben we hebben eigenlijk, behalve met her en der, een spel de pritje, nog niet echt besproken. dat iemand in het stadion? Ja, Henk, zat jij in het stadion? Nee. nee ja. Ik moest veel wedstrijden zien voor de podcast. Oh, ja. Nou ja, en die en als je naar het stadion terwijl... gaat, dan zie je minder wedstrijden. Ja. Ja. Wel later, wedstrijd toch? Kort voor vijf. Jawel. Ja. Ja. Maar moet eerder weg dan, hè? Nee, dat is waar. Ik ben niet om de hoek. Maar uh, hoe uh, heb je deze wedstrijd ge gezien? Als de comeback van Kenneth Taylor natuurlijk. Maar ah, ja. Dat is natuurlijk al vaak benoemd uh, gisteren. Uh, die was goed. Roly ja. kan, kan niet, niet uitrappen. Uh, wat Ramay dus heel goed doet, dat kan Roly dus helemaal niet. Maar dat, dat had Benitez vroeger ook, dacht ik. Misschien kunnen Argentijnse keepers gewoon niet voetballen en dat ze daarom keeper zijn geworden. Het dus lukt de jongens op doel eigenlijk. <laughs> <laughs> maar uh, ja, dat nee, is... wat die Oenerstal die is bij PSV weggedaan omdat hij niet kon voetballen, maar ik zag hem toch een paar keer uh, iemand handig uitkappen. En hij kan fantastisch keeper. Ja. Op de lijn is hij ook. Echt... Hij is eh, zo, zo goed. goed ja, ja. Ik ben... Maar ik heb bij Roelie weer een soort vibes van uh, die je vroeger wel had bij Ajax. Oh God, we hebben Roelie op doel. Wat kan er allemaal gebeuren? Uh, want hij heeft denk ik vier keer de bal uh, heel slecht aangespeeld bij. ...bij medespelers of gewoon aan een tegenstander gegeven. In de voeten van de tegenstander. Ja, en dat is echt wel een uh, probleem hoor. Echt wel voor, die, voor die laatste vier wedstrijden. Nou ja, en voor die laatste linie wat al een groot probleem is. Want ook Shootalo weer terug. Nou ja, daar was je ook niet heel en was niet gewoon Twente, want dat had ik voorspeld ook. Ik dacht dat het 2-2 zou worden. Dat had ik bijna goed omdat ik dacht: uh, Twente onderschat Ajax. Ik vond Twente ongeveer zijn slechtste wedstrijdspeler die ik in tijden van hun uh, ja. gezien heb. Maar ik kwam niet de onderschatting, ik kwam echt door zenuwen gewoon. Toch die arena? Ik, ja, nou, en Ajax? Het, Ajax zat er wel fel op, vond ik. Ik vond ze anders. Narust? Heel goed. Gewoon heel goed. Ja. ja. Gewoon, uh, heel goed? ja. Aj Ajax was heel goed. Ja, de lat ligt hier, hè? Oh, ja, precies. De lat ligt op de grond. Op, nee. dus dan... Voor Ajax doen. Heel goed. Nee, maar wat ik goed vond was. Geweldig. Ik had in mijn stukje staan vandaag dat er ontstond een soort woede bij Ajax na die goal van uh, Broby. En dat vond ik wel heel erg... Ja, dus qua strijdlust, ja. dat vond je heel goed. En ja, de ja. korte paasjes kwamen aan, want die waren die, uh, ook al die vaak te moeite. Die korte paasjes kwamen aan, dat zijn ja. multimiljonair. <laughs> Jezus, Frans, dat is bij de korte HC gebeurd. Dat tijd niet gezien. Nee, dat, het is, dat is dat mooi die, om ja. te benoemen ook ja. een keer ja. wat er wel goed gaat. Een paasje over drie meter, die kwamen er gewoon aan. Brobbie wel belangrijk weer, hè? Ja. Het is een hele, nou ja, over agressief... En vond het wel leuk voor Manswerk dat hij het beslissende blok zette. Ja. Uh, op uh, Hilgers. Dat was echt wel. En uh, dat die keeper die stond als een soort chirurg te kijken naar wat er gebeurd was. Oh ja, ja. Mees, heet die Mees? Hilgers? Ja, Mees die wordt uitgeblokt hier. Ja, jammer. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, toch Hoewel stuisteren. die dat wel goed doet, die Hilgers, vind ik zo uh, vroeg storen en dan voor zijn man Zeker. Komen. Hij was goed goed. Maar kijk, de beste is natuurlijk Prupper. Ja. Hilgers is goed omdat Prupper zo goed is. Uh, die had twee beslissende tackles in de tweede helft. Echt uh, belangrijke tackles. Uh, en ik vind hem al het hele seizoen gewoon uh, boven zijn teamgenoten uitsteken. Ja. Is het er eentje voor de, de top drie? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoe oud hij is. 8, 9, nee, eind 20, volgens mij 29. Maar hij speelt nu bij Twente, die worden vierde, weet je wel? Dus top 3. Top verder, derde, top derde, derde nee. sorry, ja, hij is al top 3. <laughs> ja, oké. Okay, ja, nee, maar ja, wat is de top 3? Ja, Fijne PSV Ajax. Ja, het is toch gewoon het. Nou ja, de, de salarissen ja, liggen daar op, in ieder geval hoger. Ja, dat oké. Okay, als dat oh, je ja. overweging is, maar, maar stel Ajax klopt op de deur en oh. je, je bent uh, prepper. Ja. denk je dan. Rennend naar de, op de. Wat is het? Op de fiets naar de. Ja, ja, Johan Arena? Ja, dat denk ik je denk wel, want ik ja. heb een dubbel salaris. Behalve als het zo'n financiële vooruitgang is, ja, ja. et cetera. Maar het is toch nog niet zo dat je denkt. Lijkt mij heel erg leuk om daar in het centrum van de verdediging te staan. Aan de andere Met kant. Met alle onrust. En er is nog geen trainer, er is nog geen technische. He, algemeen directeur. Zou daar uh, even ja. Wachten, ja, ik wacht inderdaad. Ik denk dat toch gevoelig, toch de naam altijd nogal en de statuur van Ajax... altijd nog een gevoelig punt is. Bij, bij spelers van Twente. Ja, en het lijkt me ook leuk om uh, met Twente Europa in te gaan... Zit. en uh, nog door te bouwen ja, met team, in die team, met een goede hè? trainer. En, uh... Ja, dat, en ze moeten weer nieuwe mensen halen dan... als ze weg mogen gaan. En ze moeten dan al in die voorronde gaan spelen, hè? Mm -hmm. en dat is natuurlijk ook... Risico oh ja, ja, vaak sneuvel je dan wel. Maar ze blijven misschien wel eerder <laughs> in Oost-Europa <laughs> in Belarus. Omdat dat dan je uh, toch de toekomstperspectief is. Ja. Vaak ga je dan bij Twente misschien weg omdat je niet Europees speelt. <laughs> ja. En dan nu nou ja, voor Ronde Sims nou, okay, ze dan denken dan vooral aan het contract wat ze denken kunnen zelf kunnen krijgen. Het is dus ook vaak. Ik vind het allemaal in. heel cynisch, cynisch. <laughs> wederom. Over cynisch over Jiménez en cynisch over het, ze kiezen alleen maar voor het geld. Ja, maar Jij ja, denkt je... nog dat de clubliefde een hele grote rol Nee, ik heb net uitgelegd dat ik, dat ik Twente wel, wel mm. als speler zou ik daar op dit moment wel naar mijn zin hebben. Want je hebt gewoon een hele rustige, stabiele club. Je gaat daarmee, het is, het is goalsvesten, vind ik een heerlijk stadion. Supporters ja. zijn leuk, je gaat het Europa in. Goeie het trainer. is ongeveer het tegenovergestelde van wat je nu bij Ajax vindt. Ja. Nee, maar je kan ook naar PSV of Feyenoord. We ja, ja. hadden het okay. over de traditionele ja. top drie. Stel dus dat een Trouwner weggaat en hangshow hang ja. gaat sowieso. Nou ja, weg. Ik, ja, dan zou ik het eerder hè? naar Feyenoord gaan. Ja. Ja. Toch? Ja, ja, als slot blijft. Dat Want is een goede vraag. Ja. ja, dat is waar. Was was dit, ja. En uh, ik wou graag van jullie weten, uit nieuwsgierigheid. Uh, Frank, denk jij dat Alex Kroes Ajax gaat redden? Oh, <laughs> nee. Ik wil het wel. <laughs> Nee, nee, ik denk het niet. Maar de vraagstelling gaat ervan uit dat hij wel terugkomt? Of terugkomt? Ja, daar ja, gaat, gaat de, de vraagstelling wel ja. van uit. Okay. Ja, de supporters, van iedereen schaart zich achter hem, bijna, bijna iedereen. Het ja, stadion nee. wel in ieder geval. Ja, ik denk het niet. Want hij is A, dan stel dat het echt hè, de Messias is, zoals hij werd aangekondigd, dan is hij alsnog alleen, want hij heeft weinig draagvlak. Dus uh, nee. Hij heeft, hij heeft juist heeft hij veel draagvlak. draagvlak. Ja, volgens ja mij... maar niet, niet, niet unaniem. Volgens mij is het is het zo dat mocht hij terugkomen, dan is, dan is van Praag weg. Het, ja. is, het is niet dus. Oké, okay, maar dan leg je het, je handen weer in een fucking Alex Kroes. Als heel Ajax, hè? Dat doen ze al het hele seizoen volgens mij. Dat was wel de, dat ja. was ook de, de insteek, toch? Ja, Zee, ik bedoel, Zee, ze hebben oh. een half jaar gewacht op hem, et cetera. Er kon niks dus. gebeuren omdat Alex Kroes van AZ niet weg mocht. Dat, de Ajax is een heel jaar verlamd geweest. Ja, mee. maar hij heeft nou niet de beste beurt gemaakt. Want ongeacht Echt? of hij terugkomt of niet, het is, het is natuurlijk oliedom nog steeds. Wat hij allemaal heeft gedaan. En, en, en hij ook heeft gezegd in eerdere interviews en in het boek waar we. Wat al is uitgebracht, waar die misschien dat. Meester nou ja, oplichter of zoiets. Ja, nee. charlatan. charlatan. Dus ja, ik, ik weet niet of het de juiste persoon is om de hele club in, in zijn handen te leggen. Maar een, op zich een rol. Hij heeft ook nog op zijn neus gekeken en uh, deksel op zijn neus gekregen met de hele Stefan van de Vrijzaak. Was dat zijn Zij maken het Nee, maar luister, hij was al weg. Ja. Ah, okay, okay. Maar hij, wel, uh, hij is getuige Pro uh, seg geweest ah, tijdens ja. het proces. Ik dacht meer van deze man. Die, krijgt echt alle, die heeft inderdaad drie kwart jaar op zijn handen gezeten. En dan begint hij weer, krijgt hij alles over zich heen. Uh, maar ja, ik denk wel dat hij terugkomt. En nee, ik weet niet of je AI's gaat redden. Ik vind, wel, ik vind het zo grappig dat uh, uh, Van Praag heeft ervoor gezorgd dat uh, Bo heet die? Nee, hij heet geen Boek Boekhorst, dat hij dus uh, voorzitter van die bestuursraad is geworden. Vervolgens heeft Boekhorst van Praag voorzitter van de RVC gemaakt. Dus dat is uh, ongelooflijk oude jongens, Netwerk. Uh, en die staan Moet je, nu je ook niet doen, twee mannen. Staan nu. <laughs> ja, nee, dat gaat, gaat uiteindelijk botsen. Ja, uiteindelijk? Ja, uiteindelijk. Ja, want nu staan ze keihard tegenover elkaar. Dat zal je altijd zien. Ja. Ja. Het altijd een man een vrouw. vraag. Weet je, het is uh, testosteron. <laughs> maar ja, dat proef, je bij, proef ik bij Cruz ook wel een beetje. Dat gaat wel erg veel over Cruz. bij Kroes. Ja. Maar goed, oké, okay, dat kan ook gunstig uitwerken. Ja, kijk, ego, e met, e met een ego kan je ook veel bereiken. Nee, want ik wou het zeggen, het idee erachter was dat AZ het altijd bestuurlijk zo goed voor elkaar had. En dat Ajax daar wat van kon leren. En dat daarom Kroes als figuur die daar een centrale rol in speelde. zou dan dat AZ-achtige model. Hè, met goede jeugdopleiding, slimme aankopen in plaats van domme aankopen. zou, <coughs> zou dat ook bij Ajax gaan opzetten. Ja. En daar geloof ik wel in. Ik geloof in ieder geval niet in Van Praag. Dat is het, die moest op de winkel passen en dat heeft heel slecht gedaan. En dan moet je ook wel meteen wegwezen, vind ik. Ik hoorde ook wel uh, ergens wandelgangen uh, dat van, uh, van Gaal wel op de hand van Kroes is. Als adviseur. Ja, ja. Voor zover die zich met Ajax bezighoudt, van Gaal. Ja, maar zo? dat doet hij wel. Oh, toch wel ja. Ja, hij maakt zich zorgen. Achter de schermen. Ja. 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 Ja, iedereen maakt zich zorgen om Ajax. Ja. In Amsterdam. Nou, ja, ja. 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 En en maar die Kroes heeft in ieder geval wel een soort flair en daadkracht. Die, die mij wel, weer, wel op zich wel aansprak. Ook dat directe, vind ik. Dat is wel op zich heel wel. klein, zag ik. Ja, maar die hebben. Die, die, ja, nee, ja, nee. Dat ja. iemand van twee, twee meter. meter. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Maar die was iedereen klein. Lengtediscriminatie. Ja, sorry. Shortshaming. <laughs> Shortshaming, pas op hè. Ja, ik zag hem staan op een, op een podium naast iemand. en dacht ik: Oh die shit, dit is een klein. Zo oogt hij ja. inderdaad niet. Nee. nee, nee. Dat, ja. De mannen met baarden, die ogen altijd langer. Dus hij zegt maar wat, hè? Ja, is ja. Hij zou een baard moeten laten staan. Ja. Soort Frans Timmermans wordt het dan. Goed. Uh, die wel... wordt er niet groter op, vind ik. Wel breer. Ja. Oh ho, ho, pas nou op. Henk, wat je allemaal zegt. Um, wat wij trouwens even moeten roepen hier in de podcast nog is dat wij mede mogelijk gemaakt worden door NordVPN. Oh ja? Daar heb jij goede ervaringen mee? Ik Henk. gebruik dat in uh, Frankrijk. Uh, je moet dan, um, ik heb de app gedownload in ja. um, uh, samenwerking met Pelle. Het ging goed en uh, toen heb ik geklikt op zo'n icoontje beneden in de balk ja. mm. en dan uh, ja. <laughs> verschijnt spullen, verschijnt, <laughs> verschijnt hetzelfde icoontje boven. Ja. Als je, als je daarop klikt, dan moet je een land uitkiezen. En wat kies je dan? kies je dan Nederland? Nederland. Of Nederland, okay, Nederland, ja. Nederland. Want ik wou iets zien uit Nederland. Mm -hmm. En uh, gek genoeg verscheen toen al vrij snel, binnen een seconde of vijf, het woordje verbonden yeah. ook op het uh, scherm. Dat, het dat we dit soort, nog ja. mogen meemaken, hè? Ja. Ja. Henk Spaan. Met ja. Noord-VPN in, met? Frankrijk, in ja. Frankrijk. En ja. hij begrijpt het. Ja. Duurde ja. vijf seconden toen was het nou Ja, Het zijn het handelingen was... die ik in ieder geval redelijk logisch vind. Ja. Vaak... Intuïtief. Ja, het is vaak zo dat je dingen op je laptop moet doen die niet logisch zijn. Ja. Ja. Uh, wil je ook zo'n noordvpn deal? Uh, 30%, nee, wat zei ik? 71% korting. Tot 71% korting. Kun je het proberen? Uh, zonder risico met 30 dagen geld teruggarantie. Ga dan naar <kwijm> noordvpn.com slash hartgras. En wat heb je gekeken? Ik heb trouwens uh, vorige week een mailtje gekregen dat uh, van iemand die ik niet kende. Die zei: als u niet binnen 36 uur 1450 <laughs> bitcoins overmaakt <laughs> ja, ja. aan mij, dan hebben wij hele vieze plaatjes van u. Oh. En die gaan wij dan uh, wereldwijd verspreiden. Oh. En is vandaag de deadline? Want nee, de deadline plaat. is geweest. Maar oh, ik heel. kon niet betalen, want ik was het rekeningnummer van die bitcoinrekening uh, <laughs> meteen kwijt. Oh ja. <laughs> Goed, weet je, ik wil ja. Je wil zeggen aan de luisteraars oproep doen. Er kunnen vieze plaatjes van mij verschijnen. Nee, nee, het ja, het, nee, Het is uh, omdat ik uh, het schoot me opeens te binnen. Oh ja. Omdat zo... uh, dat, dat kan je ook tegenkomen op je laptop als uh, ongewenst ja. materiaal. Heb je, wel eens een heb je wel eens een bloot plaatje geschoten van jezelf? Baby soda midden met je vrouw. <laughs> nee, echt niet. Zou toch kunnen? Jij? Ik heb wel eens een bloot plaatje geschoten. Dus zou de bitcoins maar klaarleggen, Frans. Nee, niet in actie, maar gewoon dat je bloot. Dat heb je toch ook wel eens gedaan? Frans, kom op. Jullie zijn toch niet uh, roomster dan de paal. Ik kan nauwelijks fotograferen, dus ik, ik passeer weer Henker nog uh, op de technische video. Je hebt toch wel een tegenwoordig telefoon met een camera erop. Het is dus niet dat ik met, met mijn Polaroid camera ben klaargestaan. staan. Jij denkt, ik sta lekker. Uh, op de wc. Laat ik hem een selfie maken. Ik heb wel eens in de, in de, in de, de spiegel. Willen we het allemaal weten? Nee, ja. ja. In, voor de spiegel? Ja. Je, naar jezelf kijkend? Ja. Jezus. <laughs> nou, we zijn er. Het ging van links naar rechts. We zijn er dan ja, ik ben nog schoen. helemaal van slag. Jij ook, hè? Ach, <laughs> Suse. Ik heb er gewoon even al een paar minuten niks gezegd. En <lacht> <lacht> Dat hou ik zo. Ja. Ik had wel mijn eerste, moet ik denken aan mijn eerste studentenkamer in Amsterdam. Had ik, had ik wel een kamer, maar geen sanitaire voorzieningen. Dat moest ik bij mijn hospita doen. Ja, beneden. En mijn, en mijn hospita, die had, uh, dan liep ik, moest ik dan had ik een sleutel, mocht dat huis in. En dan ging ik daar, wacht ik wel altijd als ze weg was, als ik voor, 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 voor bepaalde ontlastingsonderdelen. Mm. Deed ik liever als zij er niet bij was. Dus je zat dan urenlang te wachten, en dan hoorde je ik haar kops, weggaan zomaar. en dan. En dan rennen we naar beneden. En, dan weet kunt, ik de, ja. en ze had altijd de slaapkamerdeur openstaan. En dan had ze op dat nachtkastje had ze een naaktfoto van zichzelf. Oh ja? ja. En ze was ja, 28, schat ik haar. Dus oh. vond ik een oude vrouw hoor. Dat ik was 18 of 19. Maar je keek wel even. Ik had nooit een oude vrouw op, naakt op een foto. Een oude vrouw, 28. Ah ja, vanuit het perspectief van. Ik was 18. 18. <laughs> ja, ik ah ja. vind dat ook nog niet heel nee. oud. Jawel, als je ja, 18 bent. Jawel. Ja? ja? Ik heb wel eens, met toen ik 18, 19 was, met een vrouw van 8, 9, een tongetje gedraaid, hoor. Dat vond ik niet vies. Of oud. <lacht> <lacht> maar ik, die, die naak, dat stond me wel... Ik vond dat wel opmerkelijk, zou ik maar zeggen. Dat ja. Die, uh... ja, dat vind ik ook opmerkelijk. Op je ja. En ging je daarna kijken, voor of na het wc-bezoek? <laughs> <Sorry>. Tijdens, nee. Het <laughs> is mijn schuld, deze afslag. <lacht> Tijdens! <lacht> Maar ik vond het wel opwindend. Dat we ja. Ja, ik, heb, ik ben uiteindelijk nooit overgegaan tot, uh, tot erotische uh, avonturen. Ik heb mijn huur altijd gewoon toch nog uh, <laughs> in bitcoins <laughs> voldaan. <laughs> oh, koning van de week? Hmm. Ja, de en door. De, de hospitaal van Frans. <laughs> ja, Suus, nee. uh, koning van de week. Hé, ik kapot. Ja, sorry. wie is jouw koning van de week? Oh, mijn god. Um, nou, het, het jammer, je hoopt altijd dat, dat een, een, een schitterend doelpunt ook punten oplevert. Ja. Dat was bij uh, RKC niet zo. Oh, het ja. 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 Dus ja. eigenlijk wil ik hem de koning maken omdat hij het, het deed. Twee keer, hè? David ja, ja. ja, ja, maar, ja die, maar die ene was van de middenlijn, op Ja, ja dus zeker. Je, zeker. Ja, en zo, zo goed uitgevoerd. Ja. Zo onhoudbaar, hard genoeg. Maar dan nog net met een boogje, dus geen streep. Maar dus ja, gewoon perfecte uitvoering van zo'n uh, school. Ja, het was een, ja een lop, ja. Stift, lop. Ja, 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 ja. Prachtig, prachtig. Jij, lop. Frans. Ja, toen ik hier naartoe liep, had ik Florian Wiertz. Omdat ik dat toch dat leverkoes wel heel uh, sensationeel uh, vind. En wij volgen Duitse voetbal eigenlijk niet meer zo. Maar ik natuurlijk wel. Uh, ja. Uiteraard. vakgebied dus. Ja. Uh, en, uh, en Barry Leverkoes is ook... Toch een hele mooie club, want ik hoorde Arno van Meulen zeggen van met zo'n uh, chemische fabriek op de achtergrond. Maar die snapt toch zijn klassiekers niet. Het, het, het klassieke Hij had het over een pillendraaien. Pillendraaien, maar ja. dat is toch wat triest, want het, 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 het klassieke voetbal is fa fabrieksvoetbal ja. geweest. In Engeland is dat begonnen, maar ook in Duitsland, die is een hele oude club. Dat, he, ze, ze zetten daar een, uh, een pillenfabriek neer en er kwamen natuurlijk arbeiders van heen en ver om daar te werken en die, en die kregen dan... Om zich, omdat ze wat te doen moesten hebben, een voetbalclub cadeau, ja. zou ik maar zeggen, van die fabriek. Philips. Echt wel echt Philips, wel mooi, dat ook. Dus het heeft, heeft, ik vond het juist wel iets moois hebben, zo'n ja, zo roergebied club... waar alleen maar arbeiders wonen, weet je wel, die jaar in jaar uit hun niet zien winnen. En ze hebben wel een periode gehad dat er vrij veel geld was, dat het een beetje PSV-achtig was, kochten ze wel goede spelers. He, en uh, deden ze ook wel veel mee in de Champions League. Hebben en, zij ook niet uh, Rinus Michels toen uh, weggehaald Michels bij Barcelona? Ook, ja, ja, Michels heeft er ook. Uh, ja. Ah, ja, en, uh, 74, einde 74. En onze Bos natuurlijk. Hè. Ja. Dus, dus jij zegt, zegt Weerts. Ja, ik, en, dus, en ook omdat ik die Weerts vind ik echt een fabelachtige voetballer. Die, ja. die, die ik zag hem ook de, bij Duitsland uh, toen hij Frankrijk uh, ja, verpletterde. Ja, met, met Musiala ja. samen. Ja. dat waren twee uh, wondervoetballers van. Ja. ik. En hij heeft ook nu drie keer gescoord, trouwens even tussen ja. Twintig. doelen. goede 20 jaar oud, ja. Ik had een Bosdogan opgeschreven. Ik, had, ik was op, ja. in Maarsen op een. Dat was een hele goede ja, ja, En daar, daar liep ik. Maarsen ligt natuurlijk naast Utrecht. En daar had iemand een heeft Utrecht shirtje aan. En als iemand een shirt aan heeft, ga ik kijken wie er op de achterkant staat. Vind ik, als je niks op de achterkant hebt, vind ik het zonde. Ik denk van maak gewoon een keuze. Maak hem iets specifieker dat je voor Utrecht, PSV, wie dan ook bent. Maar kies dan een speler uit. En deze jongen had Bosdogan. Op zijn rug staan. En dit was zaterdagmiddag. En ik moest echt drie keer kijken. Wat? Wie? Huh? Wat staat er? Oh, nou, opvallend dat je een shirtje koopt van FC Utrecht met hem op je rug. Prima voetballer. Maar nou ja, het was niet meteen. dat Ik dacht, oh hij. Ja. Nou ja, en toen scoorde hij de winnende met een goede kopbal. En ook een hele bescheiden, lieve jongen. Uh, dus dus ja, mijn persoonlijke koning was Bosdogan. Maar vooral door het vakantiehuisjespark <laughs> in Maarsen. En dat shirt dat ik daar zag. Ik heb hem nog even geïnterviewd na, na afloop. En. Ik kreeg er inderdaad ook niet echt iets scherps uit. Het was echt. Hij zei: Ik stond daar gewoon en ik kreeg de bal op ja, mijn hoofd. Hij zei: hef, Beschrijf even hoe je je voelt. Ja, uh, blij. Oké, okay, beschrijf je go even. Ja, ik stond gewoon in de box en ik kreeg de bal op mijn hoofd. Oké, okay, dankjewel. Of hij sprong ook niet. Hè? Uh, nee, nee. En hij is ook: uh, Ik heb net even opgezocht. want... Kijk, kleiner. ik wil niet aan shortshaming doen, want ik ben zelf 1,30 ongeveer. Maar ik kon hem als een van de weinigen. dat ik niet zo mijn, hand, mijn arm zo helemaal omhoog <laughs> moet doen. En dat ik na twee minuten denk: Jeetje, Mina, hoe. De, hè? Hij is niet de geboren kopper in het uh, penalty -genie. Zeker nee, niet. Nee. nee, nee. Dus het was ook uh, zijn eerste kopgoal ooit. Uh, ah, dus yeah. um, ja, uh, dat zei ook wel veel over het gebrek aan. Uh, laten we zeggen, tegenstandsdefensie op dat moment. Want hij werd. Helemaal dat vrijgelaten. Hij, kom, ja. hij kopte hem goed technisch in hoor. Ja, maar, naar beneden, ja. een stuitertje. Henk, koning van de week? Ik ben heel enthousiast geworden over een jongen van Barcelona. 17 jaar, Pau Kubarsi. Ja. Die speelt in de verdediging bij Barcelona, centraal. En uh, het hoogtepunt van die wedstrijd tegen Paris Saint-Germain... was dat hij Mbappé uitblokte. Ongelooflijke tackle. En dat doet niet iedereen bij Mbappé zomaar. En dat doe je. En ook niet. Zeker niet als je 17 jaar bent. Hij speelde een fantastische wedstrijd. Met intercepties met zijn hoofd. Hij won kopduels, Hij blokte Mbappé. Uh, hij gaf leiding aan die verdediging. Het was echt. Het is een jongen die is. Ja, je ziet wel vaker iemand die heel jong debuteert. Is dan goed. Een tijdje en zakt dan weg. Een Jiménez. Uh, maar. Matthijs de Ligt dat doet het een beetje ja, aan denken. Ja. ja, zoiets. Maar. Hij, is toch wel, hij heeft er wel iets heel bijzonders, ja. vind ik. Wil je nog één keer zijn naam noemen? Uh, Paul Kubarsi. Kubarsi. Eigen jeugd, Barcelona. Ik wou net zeggen, wat een jeugdopleiding. Ik bedoel, ja. dat, dat, dat is op zich wel bekend. Maar ja. er komen gewoon de hele tijd tieners uit. Ja. 16 ja. Ja. en 17-jarigen. Ja, die zonder moeite mee kunnen. En ze worden opgesteld. Ja. Nou ja, ja, dat is nog wat ik over Ajax dacht. Van kan je niet aangezien, ja, je moet nog om die plek 5 vechten. Maar anders had je toch gewoon een heel jeugdelftal neer moeten zetten. Met Vos, met Fitzjim, met gewoon Maar gooien. er zit toch al, bedoel, Ajax heeft toch al gemiddeld altijd een ja. heel erg jong elftal. Het ja, is maar, toch al bijna ja, een jeugdelftal. Ja, ja. ja, dat is zo. Ook omdat die aankopen vaak jong zijn. He? Nee, natuurlijk. Mm -hmm. ja, maar dat zijn dan nog aankopen. Ja. Denk van, nou ja. uh, maar we moeten er eentje kiezen. We hebben nu vier verschillende. Ja. Ik dan voel... wordt het Taylor. <laughs> Nee, ik voel het wel het meest voor Wiertse eigenlijk. Dat ja, vind ik ook, ja, zo'n ja. goed verhaal is van Ja, ik vind Wiertse ook ja. prima. Want ik, uh, ben, uh, ik vind het ook een formidabele speler. Een Duitse koning, dat is uh, leuk. Ja. Jeetje, Frans. Ja, nee, want ik weet nog toen. Want toen, volgens mij toen. Hoe uh, heet uh, 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 Daar zat uh, Bos. Had die, uh, had die, uh, Julian Brandt was toen hun, ja. hun ja. ster. En die ging toen weg. En toen dachten ze, nou, nou wordt het wordt moeilijk. Wordt het moeilijk. Toen kwam die Wiertse. Die was toen al net zo goed als die Brandt. En nu is die veel beter dan die Brandt. Ja. Mooi, dan, uh, dan schrijven we die op als Koning van de Week. Um, mag ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Voor het hier aanwezig zijn. En als er nog uh, blote plaatjes van jou... Uh, ah, verschijnen niet heen, nog een keer door het bloot. Oh. Stuur ze vooral uh, <laughs> uh, niet door. <laughs> Tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.